En super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina en vandaag ga ik samen met jullie mijn kledingkast opruimen. Dit is mijn kledingkast. Hij is niet zo groot, maar alles past erin. Naast dit, wat hier in mijn kledingkast zit, heb ik ook hier ergens nog een tas met allemaal winter items die ik echt meer dan een half jaar niet heb aangeraakt en ook niet heb gezien. Dus ik heb geen idee wat daar allemaal in zit. Dus laten we eerst met die tas beginnen en dan gaan we verder met mijn kledingkast. Dit is de mooie tas met winterkleding. Hij komt net letterlijk onder mijn bed vandaan, dus hij zit helemaal onder het stof. Ik moet er ook even bij zeggen dat ik niet zo lang geleden ook al mijn kledingkast heb opgeruimd en heel veel dingen heb weggedaan. Maar hey, het houdt niet op. Niet vanzelf. We hebben hier een trui. En deze trui heb ik afgelopen winter zo vaak aangehad. En toen was ik echt obsessief met de kleur geel. Alleen nu, sinds dat ik weer bruin haar heb, weet ik niet zo goed wat ik van de kleur moet vinden. Dus ik ga hem even op de twijfelstapel doen. Dan heb ik hier nog een trui. Ook de twijfelstapel, want ik heb letterlijk geen idee of ik deze nog leuk vind. Ik denk dat ik bijna alles uit deze tas gewoon nog ga houden, maar ik ben gewoon benieuwd wat er allemaal in zit. We hebben de kersttrui, die houden we sowieso. Twee mutsen. Deze is ontzettend zacht. Deze muts, die is ook heel zacht. Weet je, ik hou ze allebei. Dan hebben we deze off-shoulder trui. Dit was echt een hele grote favoriet van mij. Deze bewaar ik sowieso. Een winterjas. Natuurlijk ook gehouden worden. Nog een winterjas. Dan hebben we deze trui. Ik weet het niet zo goed. Twijfel. En last but not least hebben we hier nog een jas. Ik hou deze. Ik heb deze afgelopen winter niet zo vaak aangehad. Nu wordt het tijd om de rest op te ruimen. Ik heb hier een haakje hangen. En op dit moment hangt hier een tas. Maar die gaat even aan de kant. Oké. Zijn jullie klaar voor de inhoud van mijn kast? Ik hoop niet dat we gaan schrikken. Het valt best wel mee. Gelijk een closet tour. Hier hebben we al mijn riemen. Ik heb er niet zoveel, maar het is altijd handig om wat riemen te hebben. Het hangt soort van op kleur. Je ziet heel veel zwart hier. Hier hebben we nog wat jassen en zo. Ik ben er echt achter gekomen dat ik best wel wat jassen heb. Dus ik denk dat ik er ook best wel kritisch naar moet gaan kijken. Valt er veel op te ruimen? Ik heb eigenlijk geen idee. Dit item heb ik niet zo lang geleden bij de kringloop gekocht. Alleen ik heb geen idee of ik deze nog wel echt wil dragen. Dus ik doe hem even op de twijfelstapel. Ik ga nu de items waarover ik twijfel uit mijn kast halen. En die ga ik dan straks gewoon even aandoen. Ik twijfel over dit pakje. Het is ideaal voor het najaar, maar ik weet niet of ik hem nog wel echt leuk vind. Dit ding heb ik afgelopen zomer ook amper aangehad. Dus dit gaat ook op de twijfel. Oké, dan hebben we hier een simpel colbertje. Dit ding draag ik letterlijk nooit. Maar ik vind het wel handig om het in mijn kledingkast te hebben voor het geval dat. Maar ja, ik heb het nog nooit aangehad. Dus hij blijft nog wel eventjes in mijn kast. Simpel basic houden. Dus ook een simpel shirtje hou ik ook. Een van mijn favoriete truien hou ik natuurlijk ook. Dan hebben we dit item. Ik had hem laatst aan. Ik voelde me er eigenlijk niet helemaal prettig in. Oké, deze moet ik even aan jullie laten zien. Dit is ook echt een van mijn lievelingstruien. Ik ben zo blij dat de temperatuur is gedaald. Puur omdat ik dan weer truien aan kan doen. Nu heb ik ook een trui aan. Lekker oversized, zodat ik mijn schouder kan showen. Nee, hij valt altijd zo. Ik weet niet wat het is, maar hij valt altijd zo. Maar deze trui van de Bershka. Kijken. Ik heb altijd het hangertje tussendoor hangen. En dat vind ik zo vervelend. Oké, zo. Voor de mensen die me langer dan vandaag volgen, die weten hoeveel kleding ik vroeger had toen ik nog thuis woonde. Toen zat mijn kledingkast echt bomvol, dat er niks meer bij kon. En de helft van dit rek neemt al jassen in. Dus ja, het valt op zich best wel mee hoeveel kleding ik heb vergeleken met vroeger. Kijk, hier heb ik een aantal items die ik op dit moment niet vaak draag. Maar die wel tijdens de feestdagen van pas komen. Zoals dit shirtje, dit topje en
een jurk die van de hanger is gevallen. Ik moet best wel regelmatig mijn kast opruimen en dingen wegduwen. Want ik vind het super leuk om nieuwe items aan te schaffen. Maar soms heb ik gewoon de ruimte er niet meer voor. Dus om plek te maken moet ik vaak dingen wegdoen. Dan heb ik hierboven nog bijna al mijn schoenen staan. Ik heb in de gang grotendeels van mijn schoenen liggen. Hier hebben we een paar laarsjes. Ik denk dat ik alle schoenen wel ga houden. Maar ik ga even kijken wat ik allemaal heb. Dit zijn mijn winterschoenen. Deze zijn van Blackstone. En ze zijn zo ontzettend zacht van binnen. Ik kan niet wachten om deze te gaan dragen. Dit zijn mijn nieuwe Adidasjes. Even kijken, wat heb ik hier achter? Oh, ik heb deze paar sneakers. Alleen, ik vind ze niet echt heel lekker zitten. Dus ik ga ze straks nog één keer passen en anders ga ik ze wegdoen. En met wegdoen bedoel ik doneren. Dan de kleding wat ik dan niet meer wil, dat ga ik dan doneren. We gaan even verder naar de volgende kastdeur. Hier. Dit is een voorraadkast / kledingkast. Want ik heb hier toevallig een cadeautje voor mijn vriend liggen. Want die is binnenkort jarig. Oh, alles valt. Dus ik had het even hierin opgeborgen. Ja, dan hebben we nog iets van mijn vriend, namelijk zijn toilettas. Die staat altijd in deze kast. Hier liggen al mijn tassen. Deze. Die. Ik kan het niet eens meer vasthouden. Oké. We hebben hier een tas die ik heel vaak heb gedragen. Maar hij was toen aan vervanging. Dus ik heb een andere tas die nu niet hier ligt. Ja, ik ga al mijn tas even bij elkaar schrapen. En dan ga ik daar straks een selectie van maken welke ik wel of niet ga houden. Op deze plank hebben we mijn ondergoed en mijn sokken. Dat hoef ik niet per se uit te zoeken, want ik weet dat dat gewoon goed zit. Onderin hebben we mijn broeken. En dit zijn mijn spijkerbroeken, pantalons en joggingbroeken. We hebben hier mijn Brandy Melville joggingbroek die echt zo ontzettend lekker zit. Dan hebben we nog één plank die we moeten gaan behandelen en dat is de alleronderste plank. En daar liggen al mijn overige truien. Ja, ik moet helemaal op de grond gaan liggen om erbij te komen. Ik besef dat ik best wel een stapeltje heb met kleding waarover ik twijfel. Ik ga denk niet alles aandoen, want dan ben ik echt heel lang bezig. Dus ik ga het gewoon vorm houden terwijl ik in de spiegel kijk. We hebben deze broek. Ik heb hem best wel lang en volgens mij zit er ook een gat in. Ja, ik denk dat ik deze weg ga doen en binnenkort deze broek ga vervangen voor een nieuwe broek. Ik vind pantalons namelijk helemaal geweldig en het comfortabelst zitten. Mijn voorkeur gaat altijd uit naar pantalons in plaats van strakke skinny jeans. Dus ik ga afscheid van dit item nemen. Dan deze simpele joggingbroek. Ja, ik vind het heel erg lastig, want ik heb al een legging en een andere joggingbroek. Maar ik grijp toch wel vaakst naar deze. Dus ik denk dat ik deze ga houden. Dit shirt heb ik met heel veel liefde gedragen. Maar elke keer als ik hem aan heb, voel ik me toch niet helemaal top. Maar elke keer als ik hem aan heb, denk ik toch van, nee. Het is zo lastig om items weg te doen. Ik vind het heel moeilijk om afscheid te nemen van kledingstukken. Kijk, nu ik zo kijk, denk ik, oh leuk. Oké, wat ik al over dit item zei, toen ik dit aan had, voelde ik me er niet helemaal top in. Dus ja, ik ga hem toch wel wegdoen. Dan hebben we deze pantalon. En ik vind hem op zich wel heel erg leuk met het strikje ook. Maar ik kan hem gewoon niet leuk combineren. En hij is best wel wijd aan de onderkant. Dat maakt eigenlijk in principe niet zoveel uit. Maar ik heb geen items waarmee ik donkerblauw kan combineren. Ja, zwarte topjes maar, of witte topjes, maar dat is het enige. Ik vind hem echt niet geweldig. Ik wil nu echt eigenlijk alleen maar items in mijn kledingkast hebben hangen. Waarvan ik denk van ja, wauw, hier heb ik zin in. Hier voel ik me ook echt goed in. En niet
items waarvan ik denk van, ja, het kan ermee door. Ja, ik ben een beetje heel kritisch aan het kijken. Dus deze gaat ook weg. Dit is een hele lastige, want toen ik deze kocht, vond ik hem heel erg leuk. En hij stond ook leuk met een bepaalde outfit. Maar naast dat draag ik hem nooit. Oké, dit ziet er niet echt leuk uit. Qua kleur past het wel, maar nee. Ik draag hem nooit. Dat is het meer. Ik draag hem nooit. Het is lastig, maar gaat weg. Ik denk dat ik deze toch wel ga houden. En mocht ik hem dit najaar nooit dragen, dan gaat hij weg. Maar voor nu hou ik hem nog. Ik ga deze trui wel even aandoen. Hij zit niet meer echt comfortabel. Toen ik hem net had, zat hij best wel chill. Maar de mouwen zijn ook kort en de stof voelt gewoon niet meer fijn aan. Wat heel erg jammer is, want het is wel een hele leuke trui. Maar hij voelt gewoon niet meer fijn aan. En dat vind ik ook weer zonde, want ja, ik wil wel een item waar ik me comfortabel in voel. Dus deze gaat weg. Wat vinden jullie? Moet ik deze gele trui houden? Of kan die weg? Ik vind hem op zich nog best wel leuk. Ja, ik ga deze houden, deze gele trui. En hij is zo ontzettend zacht. Ik had deze ook in het wit. Alleen er zat een vlek in die er niet meer uitging. Dus dat vond ik heel erg zonde. Maar hij is zo zacht. Nee. Ik vond hem eerst vet leuk. Maar nee. Ik heb echt zo'n gevoel dat mijn hele hoofd erin gaat verdwijnen. Ik weet nog dat ik deze vorig jaar vet leuk vond. Maar nee. Ik vind hem niet meer echt spectaculair. Dus deze gaat ook weg. Dit vest heb ik al best wel lang. En hij is van One Piece. Alleen ik draag hem nooit. Want ik vind hem best wel onhandig. Omdat hij krop is. Ja. Maar nu ik hem zo aan heb, denk ik, ja, is nog best wel leuk. Hij ligt ook echt achterin in mijn kast. Dus ik kom er nooit zo vaak. Ik moet hem gewoon vaker dragen. Ik vind hem echt nice. Waarom draag ik zulke dingen niet? Oké, deze hou ik. De kleur en de stof van deze trui is gewoon heel chill en comfortabel. Alleen heb ik al zoveel truien. Nee, ik vind hem eigenlijk niet zo leuk meer. Dus deze gaat ook weg. Jongens, ik vind een lipstick in een jaszak. Oké, die heeft blijkbaar daar de hele tijd gezeten. Zo vind je wel eens iets. Zo, ik heb op zich wel mijn kledingkast een beetje doorzocht en een klein beetje opgeruimd. Ik vouw dingen niet helemaal netjes. Mijn voorkeur gaat altijd uit naar kleding ophangen, want dat vind ik veel makkelijker. Kijk, en deze kant heb ik natuurlijk wel wat dingen opgevouwen. Zoals de broeken die daaronder liggen en mijn truien. Het is op zich wel prima, netjes. En ik heb toch wel een aantal dingen weggedaan. In de loop van de tijd zal ik vast en zeker wel weer kledingstukken of schoenen wegdoen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik mijn kledingkast opruim. Ik heb niet een specifieke indeling. Alles heeft wel zijn plekje, maar het is gewoon zo ontstaan. En mocht jij toevallig een ideale opruimtip hebben, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!